Een hele goede morgen. Het is weer maandag. En op maandag mag ik jou altijd een engelenboodschap komen brengen die past bij de energie van deze week. En deze week hebben we wel een aparte energie, een bijzondere energie. Het is de energie die past bij aartsengel Gabriël. Dus wat er ook op je pad mag komen deze week, wat er ook mag gebeuren deze week, de energie van aartsengel Gabriël zal de hele week bij jou zijn. En ze zal je zeker weten niet in de steek laten. Want wist jij dat de kwaliteiten van aartsengel Gabriël ook veel te maken hebben? Hoe communiceren wij met elkaar? Hoe communiceer jij met anderen? En alles wat daarmee te maken heeft. Gabriël is er ook een kei in om jouw situaties te helpen bekijken vanuit een ander vanuit een ander zichtveld eigenlijk, vanop een andere manier. Je hoort het wel eens vaker, bekijken toch eens van een andere kant. Nou, aartsengel Gabriël is de engel die deze week eigenlijk een beetje als centrale energie met jou mee mag gaan. Want deze week gaat het om zichtbaarheid. Zichtbaarheid van dat wat jij de laatste weken gecreëerd hebt, van de veranderingen die jij hebt doorgevoerd. Zichtbaarheid van jou als mens, doordat je bijvoorbeeld je stem gaat laten horen, doordat je bijvoorbeeld kenbaar maakt aan de buitenwereld, waar je mee bezig bent, wat jouw standpunt is, of eigenlijk gewoon hoe je in het leven staat. Je hebt immers niet voor niks de laatste weken allerlei veranderingen doorgevoerd, volgehouden, nieuwe dingen gedaan, spannende dingen gedaan, buiten je comfortzone getreden. En deze week helpt Gabriël je dus om op koers te blijven. En we gaan eens even kijken. Ik heb weer zoals altijd drie boodschappen voor je van andere engelen. En we beginnen deze week met de energie van aartsengel Ariël. Ariël zal zo aan het begin van de week, maandag, dinsdag, bij je zijn. En Ariël die zegt, kijk naar wie jij werkelijk bent. Dat is heel belangrijk, hè? Dan hebben we dat kijken weer. Kijk naar wie je werkelijk bent en laat je niet misleiden door andere mensen. Ariël zal je helpen om in het hier en nu te blijven. Dat is heel belangrijk. Blijf bij jezelf. Blijf bij je eigen ik. Want hierdoor lukt het je om mooie keuzes te maken die goed bij jou passen. Dus we gaan de week starten met aartsengel Ariël en haar mooie boodschap. Soms hoor je mij zeggen dat een engel zeg maar mannelijk is of vrouwelijk. Hè? Je hoort mij dan haar zeggen of hem zeggen. Dat heeft er alles mee te maken met de energie die ze uitstralen in hun boodschap. Een engel is altijd eigenlijk onzijdig. Maar de ene keer komt er een hele krachtige energie vanuit die engel en dat noem ik dan hem. En de andere keer komt er een wat zachtere, mildere, liefdevolle energie vanuit die engel. En dan zeg ik haar tegen de engel. Dus laat je daar niet zo door misleiden. Het is in ieder geval aartsengel Ariël die op maandag en dinsdag, begin van de week, jou zal mogen ondersteunen. Heel belangrijk is om goed te gronden deze dagen. Start je week met het heel goed gronden. Gronden, aarden kun je op verschillende manieren doen. Hè? De meest simpele is eigenlijk om op je blote voeten rond te lopen. En dat is altijd zeer effectief, want je voetzolen komen dan heel mooi op de aarde. Buiten lopen door het gras is er ook zo eentje. Lekker de natuur ingaan is er ook zo eentje. Maar grounding in je diffuser doen of ermee cupping doen op het moment dat je het acuut nodig hebt, is ook een hele prettige en eenvoudige manier om je emoties, gevoelens en je eigen in balans te krijgen. À la minuut, zal ik maar zo zeggen. Dan gaan we door naar woensdag en donderdag. Zeg het midden van de week. Dan is aartsengel Azrael bij ons. En Azrael die helpt je om los te laten dat wat je niet meer nodig hebt.
En dan moet je niet denken aan spullen. Dat kan wel, maar in dit geval heeft het meer te maken met bepaalde overtuigingen, met bepaalde gedachtepatronen die wij bij ons dragen. Overtuigingen en gedachtepatronen, dat is iets dat is vaak, zijn bepaalde dingen waar wij tegenaan blijven lopen, blokkades, zijn eigenlijk, komen die voort uit gedachtepatronen die helemaal niet van ons zijn, maar die te maken hebben bijvoorbeeld met het gedachtegoed van onze ouders of van een leraar of van vrienden of van bekenden. Dus in ieder geval helpt Azrael je deze week op woensdag en donderdag om los te laten dat wat niet meer bij je hoort. En waarom is dat belangrijk? Zodat je door kunt met je leven, zodat je niet blijft hangen met je leven. Azrael stuurt je de energie op het moment dat jij het gevoel hebt dat je vastzit. En soms hebben wij het gevoel dat we vastzitten en dan willen we eigenlijk maar doordrammen. Hè? Dan hebben we eigenlijk het idee van wij moeten door. Ik zit vast, dus ik moet door. Maar om door te kunnen als je vastzit, is het heel belangrijk dat je iets gaat loslaten. En daar gebruiken we deze week de trillingsfrequentie van de release voor van loslaten. Dus woensdag en donderdag, midden van de week, zal in maandag, dinsdag stond in het teken van gronden, hè? Goed geaard zijn, goed gegrond zijn. Woensdag, donderdag staat in het teken van loslaten. Laat het los, laat het van je afglijden, want anders kun je niet vooruit. Je kunt wel het gevoel hebben dat je vastzit en dat je dan denkt, ik moet er doorheen rammen of drammen of whatever. Maar dat is eigenlijk een hele onprettige manier om door een blokkade heen te komen. Een blokkade, daar ga je doorheen door iets los te laten. Dus release helpt je om los te laten. Wat zou je kunnen loslaten deze week? Nou, ik zou je adviseren om eens op zoek te gaan naar welke beperkende gedachtepatronen jou weerhouden om volgende stappen te zetten. Even kijken, woensdag, donderdag hebben we gehad. Vrijdag, zaterdag en het weekend. Aartsengel Sandalfon. En Sandalfon is altijd helder en duidelijk. En Sandalfon die zegt heel eenvoudig tegen jou: jouw dromen zijn niet te klein en ga ervoor. En neem het ook eens onder de loep. Magnify your purpose. Neem het dus onder de loep. Waar ben je nou mee bezig? Waar sta jij nu? Wat is jouw zienswijze op bepaalde dingen waar jij mee bezig bent? En dat is heel belangrijk. Deze week, waarvan ik zei dat aartsengel Gabriël centraal aanwezig is de hele week, elke dag door. En dat betekent als Gabriël aanwezig is, dat hij je iets wilt helpen om te laten zien. Kijken en zichtbaarheid, dat is waar het om gaat. Soms is het wel letterlijk zo dat je misschien een nieuwe bril nodig hebt. Nou, check dat dan even als jij het idee hebt. Hey, verhit mijn ogen doen een beetje gek. Check dat even af. Maar het kan ook betekenen dat Gabriël je iets laat inzien dat eigenlijk niet zo leuk is. En voor mij voelt dat alsof je een hele periode lang op iets of iemand hebt vertrouwd, waarvan je dacht dat hij te vertrouwen was, maar waarvan achteraf bleek dat hij je eigenlijk al een hele lange periode voor de gek heeft gehouden en dat je er dus eigenlijk niet op kunt vertrouwen. Ook als dat bij jou speelt deze week, en ik weet wel zeker dat dat bij een heel deel mensen gaat spelen deze week, schrik daar niet van. Blijf bij jezelf, kom terug bij jezelf. Neem het als een gegeven en ga door. Het is belangrijk dat je het onder ogen ziet. Je doet je koers een beetje bijstellen. Hè? Je maakt iets andere keuzes en je gaat door. En het kan zomaar betekenen dat je ook van bepaalde mensen afscheid gaat nemen deze week. Het is allemaal prima, want het is belangrijk dat je gaat voelen wat past er bij mij en wat past er niet bij mij. En soms om vooruit te komen, ja, dan moeten we de zaak van een andere kant bekijken. En dat is waarom dat aartsengel Gabriël deze hele week ons ja, eigenlijk komt vergezellen en ervoor klaarstaat dat op het moment dat jij zegt van ja, Gabriël, kom op, hè. Nu weet ik het even niet meer. Ondersteun mij, help mij, geef mij een teken. Dan zal Gabriël er absoluut alles aan doen om zijn aanwezigheid
te laten merken bij jou deze week. Kortom, deze week gaat om zichtbaarheid, gaat om kijken, gaat dus ook om waarheid. Er gaat van alles aan het licht mogen komen, maar jouw visie zal ook duidelijk mogen gaan worden en je mag dat gaan delen met de rest van de wereld. Dus dat is een hele mooie voor deze week. Laat je niet afschrikken, blijf op je eigen koers. Een beetje andere keuzes maken, weer terug op je koers, prima. Ergens afscheid van nemen, terug op je koers, helemaal prima. Maar door blijven gaan. Dat was het eigenlijk voor deze week wat ik je wilde meegeven. Je weet het inmiddels, ik zeg het elke keer. Wil je de filmpjes terugkijken, dan klik op mijn YouTube kanaal. En hier in de groep blijven ze zeker weten staan. Moet je even zoeken, moet je even scrollen. Ik weet ook nooit waar Facebook deze laat verdwijnen en hoe dat gaat. Maakt ook allemaal niks uit. Op YouTube kun je ze allemaal terugzien. Ik wens je een hele mooie week toe. Ik ben heel benieuwd wat bij jou zichtbaar mag gaan worden. Maak je iets mee, beleef je iets, deel het met me. Want ik vind het superleuk om altijd te mogen lezen. En voor de rest zou ik zo zeggen, een hele fijne week. En tot de volgende week. Doei doei!